Representing the Netherlands swimming in lane 6, Job Tienhuis. Nooit meer wedstrijdspanning, zoals hier bij het Europees kampioenschap. En nooit meer toeleven naar die grote wedstrijd, zoals vorig jaar, de Olympische Spelen. Londen was een heel mooi toernooi. En ik heb daar 5 jaar lang naartoe gewerkt en altijd met plezier gedaan. Maar na Londen moet je weer een nieuw doel gaan stellen. En ik heb me niet de motivatie weer kunnen vinden om mij zo goed en erg voor dat doel te kunnen motiveren om daar weer voor te gaan. In 2010 beleefde Tienhuis tijdens het EK Korte Baan in Eindhoven één van zijn hoogtepunten. Ja, bronzen medaille. Mijn eerste medaille op een internationaal toernooi. Mijn eerste echte finale op de 1500 meter op EK. Dus dat was echt geweldig. Job Tienhuis. Ik heb het allemaal meegemaakt en om het nog een keer mee te maken moet ik er weer zoveel voor doen en zoveel voor laten. En dan moet ik weer alles ervoor opzeggen de komende 4 jaar. Nu zijn loopbaan als topsporter erop zit, valt hij zeker niet in het beruchte zwarte gat. Ik loop nu nog stage op de Hightech Campus bij VDL ETG Research. En in het vervolg, ik moet mijn studie nog afmaken hier in Eindhoven. En dus blijft de tukker nog minimaal 1 jaar in Eindhoven, ook om af te trainen. En dan is zijn zwemloopbaan voltooid verleden tijd.